Helemaal welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik wil zeggen een nieuwe dag, maar het is natuurlijk alweer een nieuwe weekvlog. Weekvlog 89 alweer. Over 2 weken heb ik eindelijk vakantie. En dan is nog een paar dagjes wachten en dan ga ik een weekend naar de Efteling. Ik moet er nog wel een paar dingetjes regelen voor, zoals even het hotel bellen. Maar dat ga ik allemaal die week doen, dat ik officieel vakantie krijg. Want ja, als ik dat nu al ga doen, dat vind ik gewoon niet zo handig. Dus, en ik ga natuurlijk ook nog mijn spullen inpakken. Voor die vakantie en hopelijk ook voor de campingvakantie. Want ja, ik weet nog steeds niet of dat het doorgaat. Het is nog een beetje onder voorbehoud. Maar zoals ik al zei, de gezondheid van moeder is dit jaar heel erg... Ja, niet per se achteruit gegaan. Maar sinds dit jaar loopt ze ergens mee. En ja, dat is best wel lastig. Dus gaat nu wel weer allemaal beter. Maar ja, het kan zomaar weer niet goed zijn. Dus wat het precies is, hou ik lekker voor me. Maar... Vandaar dat ik jullie zeg onder voorbehoud. Dan hebben jullie ook een beetje een idee. Mijn bovenlip heb zwanger gisteren weer geharst. Gewakst. Mijn wenkbrauw is ook geëpileerd. Ik heb ze nu model gebracht met wenkbrauwgel. Vandaag ga ik ook een video opnemen. Favorieten van de maand. Er zijn echt wel wat dingen deze maand. Waar ik ook gewoon echt kan laten zien. Dus dat is wel nice. Dus ja. Dat eigenlijk... Ik heb verder niet... Ja, wasvouw heb ik gisteren uiteindelijk ook maar gedaan. Zou ik eigenlijk vandaag doen, maar dat heb ik ook al gedaan. Ik zou eigenlijk vandaag wandelen naar de bibliotheek en gaan winkelen voor vakantie, onder andere nog. Maar dat ga ik morgen doen, want morgen geven ze net even iets beter weer op. En dan heb ik vandaag echt even een relaxed dagje. En dan ben ik morgen ook weer een beetje voorbereid op werken. Want dan moet ik natuurlijk wel weer veel... veel bewegen. Nou ja, valt op zich wel mee. Maar op de avondploeg moet je wel vaak meer bewegen dan op de middagploeg. Maar ja, goed. Dat eigenlijk een beetje. Ja. Dus dat is het voor vandaag. Misschien dat ik jullie later vandaag nog spreek. Maar goed, anyway. Dat dus. Welkom bij weer een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En vandaag ga ik... Ja, nou ja, sporten is niet het goede woord. Maar ik ga wel lekker een paar uurtjes wandelen. Dus daar heb ik zin in. Tenminste, nou ja, meestal doe ik er wel een paar uurtjes over. Dus dat ga ik lekker doen. Dus ik ga namelijk wandelen van mijn huis naar de bibliotheek. Dat is best wel... Het is meestal wel een kwartiertje fietsen. Dus ik heb het al wel eens vaker gelopen. Dus ik ben er wel lang mee bezig. Maar dat maakt me niet zo uit. Lekker muziekje op. En de bibliotheek is toch... Ik vind het een leuke plek. Dus... Geef me ook motivatie om lekker te gaan wandelen. En daarna ga ik nog even naar het stadje voor wat spullen voor de vakantie nog. En daarna ga ik nog eventjes naar de supermarkt. Gewoon wat lekkers te halen. Dus dat is het. Voor de rest niet heel veel bijzonders. Om te zeggen eigenlijk dat ik wel moe ben. Maar ja, goed, ik ben gewoon te laat gaan slapen. Morgen weer werken. Hey, maar anyway, het is allemaal prima. Dus dat. Helemaal welkom bij een nieuwe dag. Dus vandaag woensdag. En vandaag moet ik werken van 6:30 tot 9:45. Dus dat valt allemaal best wel mee. Baliedienst waarschijnlijk. Dus dat is tegenwoordig elke woensdagavond. Dus dat eigenlijk. Ik weet niet heel veel. Zoals ze zeggen, daarnaast had het heel erg storm toen ik daar wel iets eerder van wakker was. Dat vind ik wel jammer dan. Ik had zo zin om nog lekker even te slapen. Maar ja, goed. Het is niet anders. Dat is het voor nu. Ik spreek jullie later weer. En dan mag ik wel weer een nieuwe dag. Dus vandaag donderdag. En vandaag moet ik werken van 5:30 tot 6:00. Dus ook een baliedienst. Heb ik sowieso ook op het hoofd al gezien. Dus dat eigenlijk. Ik zit even te denken wat ik vandaag nog meer heb. Eigenlijk niks. Ik heb gisteren weer een hele grote gymbestelling gedaan. Mijn moeder heeft ook een gymbestelling gedaan voor het eerste leven. Vind ik echt leuk. Dus, maar goed. Ik heb dus weer een hele grote gymbestelling gedaan. Volgens mij letterlijk iets van 64 items of zo. Misschien dat ik er 63 heb en mijn zusje heb er 1. Maar of het was 64 ik en 65 in totaal. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval weer een huge ass pakket. Echt huge. Dus ik heb vooral weer heel veel oorbellen besteld. Maar ze waren allemaal zo cute. Ik kon het niet laten dat ik ze moest kopen. Ik ben echt nog zo moe. Ik ben niet per se laat gaan slapen. Want ja, als ik thuis kom van mijn werk ga ik niet... Ja, ik wilde eigenlijk nog lezen, maar ik had geen zin meer.
Zo moe was ik. Maar meestal ga ik dan nog en dat nog even lezen. Maar ik ga dan niet meer YouTube kijken of zo. Ik ben gewoon echt best wel op tijd gaan slapen. Maar ik kon niet in slaap komen. Dus ik heb tot 12 uur zo wakker gelegen. Valt op zich nog wel mee. Maar ik ben zo moe. Ik kan niet meer. En ik moet nog 4 dagen hierna. Goed, anyway. Ik heb trouwens ook een Amazon bestelling geplaatst. Die komt dus goed vandaag binnen. Ik hoorde een raar geluid ineens. Maar goed, anyway. Amazon bestelling. Ik heb een cam recorder besteld. Zodat ik wat meer echt serieus kan filmen. Maar ik vraag me af, ja, hoe goed die werkt. Voor €83 voor een Bami salami merk. Maar goed, anyway. En ik heb voor mijn cold spectral sim van Terrifier heb ik nog een accessoire gekocht. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik nu te vertellen heb. Ja, dat. Doei. Helemaal welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Ik had kijk me echt af, hoe doe jij nou weer? Maar het is vandaag vrijdag. Vandaag werk ik van 6:30 tot 9:15. Dus ik heb al gezien dat het zelfs kendienst is. Dus prima. Morgen weer een hele lange dag. En zondag op zich wel oké. Maandag op zich wel oké. Maar ja, morgen zie ik er wel een beetje tegenop. Maar dat is morgen pas. Maar goed, anyway. Ik heb gisteren Megan gezien. Hij staat op Sky Showtime. Ik vond hem wel goed, maar is nog niet waar die ophef zo over was. Ik vond hem, ja, het is geen horrorfilm. Maar goed, anyway. Het is niet, ik vind het niet een bijzondere film. Hij is leuk, maar ja, wel een beetje gewoontjes. Op zich, het is een vrij moderne film. Maar ik vond hem niet bijzonder. Anyway, dat is echt, waarom zeg ik dat zo vaak? Dus dat is wat het voor vandaag is eigenlijk. Ik heb verder niet heel veel mijn camera's binnen. Ik ga er volgende week nog even een SD-kaart verkopen. En dan kan ik hem gebruiken. Dus tenminste, nou ja, dan ga ik hem gebruiken. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Dus dat ga ik volgende week doen. Als ik wat meer tijd heb dus. Ik kan het ook vandaag doen, maar ja, dan moet ik weer... Nee, dan moet ik weer te veel haast. Daar heb ik geen zin in. Dus dat ga ik volgende week lekker doen. Dus misschien bestelling is dus nog niet binnen. Maar dat doe ik meestal wel een week. Dus dat eigenlijk. Ik heb verder niet heel veel te zeggen eigenlijk. Het is wel een beetje saai. Maar ja, goed. Het is niet anders. Helemaal welkom weer een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag. En vandaag moet ik werken van 4:45. Ja, je hoort het goed. Een tante lange dienst. Maar goed, het is wat het is. Ik ben echt fucking moe. Ik zit er gewoon echt aan het denken om gewoon een Red Bulletje mee te nemen naar mijn werk en mijn pauze te drinken. Maar in een halve tijd krijg ik echt geen Red Bull op. In een kwartier tijd al helemaal niet. Dus en ik mag het niet achter mijn kassa drinken. Wat op zich ook wel logisch is. Maar ja, ik ga straks als ik thuis kom wel lekker een Red Bulletje klappen. Ik moet tot 5 uur. En dan, als ik echt moe ben, dan heeft Red Bull niet zoveel effect meer. Maar ik ga wel een Red Bulletje klappen. Dat weet ik wel zeker. Maar goed, anyway. Ik ga zo ook maar koffie drinken. Ik ga geen koffie bij werk drinken, dat vind ik zo vies. Dus ik wil eigenlijk ijskoffie drinken. Maar ja, die koffie die ik nu heb, die heeft ook niet zoveel. Misschien heb ik toch die ijskoffie pakken als ik die kan vinden in de koelkast. Maar goed, ik ben echt nog fucking moe. Maar ik ben ook wel laat in slaap. Ik kon niet in slaap komen. Ik heb het letterlijk nog 12 uur zien worden. Dus, ik kon niet slapen. Dus, ik ben te laat gaan slapen. En dan mag ik morgen nog werken. En dan mag ik maandag ook om 7:45 beginnen. Maar dan wel gelukkig tot 2:00. Dan ga ik daarna nog even de winkel in. En dan hoef ik woensdag pas weer. En dan vrijdag, zaterdag, zondag. Maar die diensten vallen op zich wel mee. Alleen de zaterdag is lang. Dus, en zondag vind ik niet erg. Dan krijg ik toch dubbel betaald. Dus, ja. Goed. Dat dus. En voor de rest, ja. Niet zoveel bijzonders, niet heel veel bijzonders te zeggen eigenlijk. Dus, dat. Helemaal ook weer een nieuwe dag. Het is vandaag zondag. Uiteraard de laatste dag van mijn weekvlog. Maar goed, anyway. Vandaag moet ik werken van... Ik zeg weer anyway. Ik moet ermee stoppen. Maar goed. Ik moet vandaag van 12:15 tot 6:30 werken. En daarna heb ik nog eens een visite.
Hey. Maar goed, we gaan wel straks verder met AGT. Dat is een van de laatste de laatste afleveringen voordat het hele echte seizoen begint. Ik heb de sponnen ook al gezien wie er gaat winnen en wie de tweede en wie de derde wordt en wie er een wildcard krijgen. Maar goed, ik zeg niks verder en dan. Ja, ik doe net alsof ik er niks weet. Jij, mijn moeder weet wel dat ik het weet. Maar ik doe gewoon even alsof ik er niks weet. Vind ik wel leuk om naar te kijken. Maar ja, dat is het eigenlijk voor vandaag. Ja, ik moet als ik thuis kom ook nog de was doen waarschijnlijk dus. En ik voel me nog steeds dood van binnen. Maar dat was je waarschijnlijk wel aan mijn ogen opgevallen. Ik zie net of ik, weet ik veel, 3 dagen niet heb geslapen of zo. Nou, dat valt ook wel mee, maar je ziet wel dat ik nog moe ben. Maar goed, ik sta vandaag lekker de dag op de zelfscan. Dat werkt dan ook echt heel erg mee. Maar, het is wat het is. Adem in, adem uit. En dan komt het wel goed. Ik bedoel, ik krijg toch dubbel betaald, dus al sta ik niks doen. Lekker makkelijk geld verdienen, toch? Ja, dat is het voor nu. Ik spreek je later vandaag weer. Helemaal, ik wil dan bij deze graag de weekvlog afsluiten. Ik zit even op een andere angle dan jullie van mij gewend zijn. Het ziet er een beetje gek uit, maar goed. Ik moet even snel afronden voordat zometeen de visite weer terug is binnen, want ze staan nu weer te roken. Maar goed, vandaag geen zelfscandag gehad, maar toch een kassadag. Uiteindelijk toch omgewisseld. Nou prima, Sonja heeft vandaag voor het laatst bij de macro gewerkt. Dus ja, haar laatste dag. Ze had een doos machine gekregen. Of een doosje machine gekregen. En ja, ik spreek jullie graag bij de andere weekvlog of andere video. Doeg!